Oké, kan hij wel weer. Mijn eerste vlog is vorige zaterdag online gegaan en toch wel verrassend content met de reacties die ik gekregen heb van verschillende mensen onder jullie die zich wel herkennen in dat gegeven van Instagram tijdverdrijf. Ik heb er mij toch verschillende via berichten gecontacteerd met de melding van ja, ik zelf zit er ook meer dan uren per week op, dus vandaag een keer geen Instagram maar een boek gelezen en dat die wel deugt. Dus blij met de eerste resultaten van de vlog. Maar één iets belangrijks vergeten, namelijk een introductie van mezelf. Ik ben mezelf vorige week inderdaad vergeten te introduceren. Vergeten te introduceren voor mensen die vroeg of laat op mijn YouTube-kanaal zullen terechtkomen en mij nog niet kennen. Dus bij deze, misschien toch een introductie. Ik ben Gilles. Nee, wacht. Ik ben Gilles de Planke, 33 jaar jong en gelukkig samen met de vrouw van mijn leven, Eline. Samen zijn we de ouders van een schattig dochtertje, Milène. Ik hou ongelooflijk veel van lezen en ook in het schrijven van allerhande teksten kan ik mezelf helemaal kwijt. Mijn grootste passie buiten mijn werk, ongetwijfeld Club Brugge. Sinds meer dan 10 jaar heb ik er een abonnement. Ik schrijf teksten voor een supportersvereniging en met enkele vrienden hebben we zelfs een eigen merchandise uitgebouwd. Professioneel ben ik sinds 2012 actief als onafhankelijk verzekeringsmakelaar in het kantoor van mijn pa, dat ik momenteel aan het overnemen ben. We zijn op kantoor met 6 personen, zowel werkzaam voor particuliere als professionele klanten. Waar ik met deze vlog naartoe wil, dat weet op dit moment eigenlijk nog niemand. Ikzelf ook niet. Het enige wat ik kan zeggen, dat is dat ik de voorbije maanden in de band ben geraakt van het concept vloggen. En dat het een kar was waar ik wou opspringen. Waar dat die kar naartoe zal rijden, geen idee dus. Nu, gezien ik 95% van mijn tijd met verzekeringen bezig ben, wil ik het wel vanuit die insteek gaan brengen. Ik zal dus zo nog zeker specifieke business content gaan brengen. Aparte insurance talk video's, zeg maar, waarbij dat ik specifiek dieper inga op een bepaald verzekeringstopic, op een bepaald verzekeringscontract, dat u dan al dan niet kan interesseren, maar misschien hebt u het nodig en kan u zo aan meer informatie komen. Daarnaast wil ik ook deze vlog gewoon blijven verder doen, als ontspanning zeg maar. Ik neem mijn camera overal mee en we zien wel waar we overal terechtkomen, maar dat verhaal wil ik blijven schrijven. Laat ons even kijken wat deze week nog allemaal brengt. Donderdag 22 november, 5:20 ochtends. Het moment van de dag. Ik zit hier op mijn bureau nu, 2 minuten, net een verse koffie ingeschonken. En die stilte die hier nu heerst, is een stilte dat je hier enkel vindt tussen 5:00 ochtends en 7:00, of wat nu nog, 8:00 ochtends. Een stilte waarmee je ongelooflijk veel gas kunt geven. De mailbox staat open, we kunnen alles verwerken, klaarzetten voor vandaag. Ik vind dat fantastisch. Sommigen verklaren mij zot dat ik zo vroeg opsta, maar ik kan u garanderen, dit maakt mijn dag. Want hier neem ik mijn voorsprong voor de rest van de dag. Ondertussen 8:30, klaar voor deel 2 van de dag. Nadeel van opstaan om 5:00 s'avonds is dat ik dus nog meer koffie nodig heb dan anders.
Oké, kan hij wel weer. Het is mooi geweest. Zaterdag, nieuwe dag. Belangrijke afspraak in Kortrijk. Zoals gezegd wil ik dus gaan vloggen over verzekeringen. Meer toelichting daaromtrent gaan geven. Maar ja, verzekeringen is nu niet onmiddellijk het meest hotste topic dat je op YouTube kunt plaatsen of bij uitbreiding op sociale media. Dus gaan we dat creatief, origineel en verrassend moeten gaan aanpakken. Daarnaast, vloggen, dat is voor mij een nieuw concept. Zo'n camera op jezelf richten, we zijn dat gewoon van de selfies, maar spreken tegen de camera is toch wel wat raar. Dus bon. Met andere woorden, deze twee ga ik combineren in mijn afspraak van straks in Kortrijk met niemand minder dan Hannes Koudenijs. Hoe gekend hem niet? Nee, Hannes vlogt, zegt u dan iets? Opzoeken op YouTube. De man heeft meer dan 6000 abonnees op zijn kanaal en is zowat ja, de bekendste vlogger van Kortrijk en omstreken. Dus hem ga ik even om tips vragen. Regen in Kortrijk, niet goed voor de camera. Snel naar binnen bij Kopie Koffie, de zaak van Hannes en vrouw. Bedankt, Hannes. Graag gedaan, veel succes. Merci. Goeie camera. Toffe gast, super interessante babbel, bijgeleerd. Check zeker zijn vlogs, ik link ze onderaan hier in YouTube. Laatste weekend van november, traditiegetrouw, de 6 uren rally van Kortrijk. Die hier een tussenstop maakt in mijn eigen hometown Zwevegem. Zelf ben ik meer een voetbalfan, maar met een vader die zowel in nationale als internationale rallies heeft deelgenomen als co-piloot, zit de rally-sfeer er toch altijd wat in. Dus gaan we uiteraard een keer kijken hier. Omdat de rally in het gezin altijd aanwezig was, maar ook omdat we met ons kantoor eigenlijk gespecialiseerd zijn in rallyvoertuigen gaan verzekeren. Vandaar dat we er toch altijd graag bij zijn.